De waterstand bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland ons land binnenkomt, was maandagochtend opgelopen tot 14,33 meter boven NAP. En dat betekent dat er per seconde ruim 65.000 kubieke meter water ons land instroomt. De parkeerplaats waar normaal auto's en campers staan is niet meer bereikbaar. De kade staat ook onder water en de wandelaars moeten nu boven over de promenade lopen. Het hoge water trekt altijd heel veel kijkers. Men kon zelfs flesjes hoog water kopen en de opbrengst daarvan was bestemd voor Lobede. De waterhoogte zou nog verder gaan stijgen. De verwachting was dat op woensdag de maximale hoogte van 15 meter boven NAP zou worden bereikt. En deze hoogte komt maar eenmaal in de 5 jaar voor. Het Chinese restaurant op de boot is heel moeilijk bereikbaar. De coupure in de dijk bij de Europakade in Tolkamer is afgesloten in verband met het hoge water. Het is voor het eerst in 7 jaar dat dat gebeurt. De houten balken zijn met een takel in het dijkgat gehesen. En het gat wordt verder afgedicht met zeil en zand. In de vluchthaven is ervoor gekozen om de loopbruggen niet op de dijk te laten uitkomen, maar op de lager gelegen wal. Als de loopbrug op de dijk was aangesloten, was er een veel langere brug nodig geweest om te zorgen dat bij laagwater de loopbrug niet te steil zou worden.
Dan zouden de boten ook verder van de wal af komen te liggen, met als gevolg dat er minder plaats is voor de schepen. Nu kunnen er 18 boten aanleggen met een maximale lengte van 110 meter. Meestal komen de schippers met een bootje naar de wal, maar het kan ook anders.